Uitzicht is echt perfect hoor. Zo. Kijk eens even. Knol power! Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, dit is Bas en wij hebben zo ontzettend veel zin in vandaag. Want wij gaan naar Ibiza! Die gaan we straks sowieso luisteren in de auto. Maar ik sta hier heel erg dicht bij het raam. Niet omdat het heel erg mooi weer is, maar wel omdat er straks iemand langskomt. Spannend. En ik denk dat ik even met mijn blote bast uit het raam ga hangen. Ja, slim. Ja, moet je doen. Ik ga over. Moet je ook gewoon in je blote kont doen, joh. Ja, eigenlijk wel. Ja, gewoon een blote kont. Dat ging mijn schoenen trouwens. Dick! Hey. Voor jou altijd! Voor jou altijd! What the fuck? What? Dat was pas random. Komt hij eraan? Hij komt er straks aan. We krijgen namelijk voordat we weggaan, ik vind het superleuk, krijgen we nog eventjes bezoek. Ga je echt in je blote kont? Denk het wel. Doe hij, joh. We moeten even wachten, hij kan elk moment aankomen. Ga even warm worden dan. Ja. Ja, sorry. Ja. Wat doe jij nou weer dan? Nieuwe Fortnite dans? Ken je die dans niet? Nee. Oh hier, daar komt ie! Ja? Zag je hem? Ja. Hij ging even mooi toeteren hoor. Ik ging gewoon zo naar beneden dan. Oké, nu ga ik naar hem toe, want hij moet die grote vrachtwagen moet hij ergens kunnen parkeren, want hij komt hier even binnen. Dus ik ga even naar hem toe rennen. Bruistablet, vitamintjes, belangrijk. Oké, daar gaan we. Tot zo! Ik neem geen sleutel mee, deed de deur open. Ik neem toch wel sleutel mee, doei! Oké, daar gaan we. Go! Oh, het regent nu, het is aan het regenen. Kijk eens, wat een mooie wagen, jongens. Hey, wat een mooie wagen. Ah, ja, ja, ja. Oei, joh, wat is dit nou dan? Kan ik instappen? Via de andere kant? Kijk eens even. Weet je nog hoe het moet? Ja, ik weet nog hoe het moet. Zo. Alles zit onder het goud. Oh, daar zit ik dan. Hoe is ie? Lekker, met jou. Ja, goed. Hoe is die cameraman? Lekker bezig. Goedemorgen, Lars. Kijk, ze zitten allebei. Oh, heerlijk hoor. Dikke knal, of niet? Dat was echt een beste knal. Kijk dan. Goud, hè? Ja, zeker. Hebben jullie al een lange ochtend en nacht op zitten? Nee, valt mee. Oké. We hadden vanmorgen ook wel iets leuks. Vanmorgen was NH-nieuws bij ons. We hadden een interview. Ze wilden Lars ook interviewen. Vindt hij helemaal niks. Schrikkelijk. Dus nou, dat was al cool. Ja, vet. Even een interviewtje gedaan. En we moeten verder oplossen bij het station. Oh, serieus? Dus ja, we moeten eerst zij zijn. Dus we dachten, ja, dan gaan we even bij jou langs. Dat kan niet anders. Ja, super tof. Ja. Martijn die stuurde me een appje. Die zei, hey, we moeten morgen in zij zijn. Kunnen we langskomen? Dus ik zei, ja, ik ga naar Ibiza, maar... Als het voor 10 uur 's ochtends is, dan kan je langskomen. Het is nu 9:30 ochtends ongeveer, toch? Of niet? Ja, het is, ja, 9:30. 9:30, dus het kan nog net. We hebben 35 minuutjes, dan moet ik echt in de auto naar Schiphol, anders ga ik mijn vlucht missen. En ik heb wel vaker echt op het randje mijn vlucht gehad. Dus ja, super gezellig dat je langskomt, man. Ja, vet hoor. Ja, echt helemaal top. Maar ja, nu moet je die wagen nog ergens krijgen. Ja, ik heb al wat moois gezien. Ja? Heel dichtbij. Okay. Ja, ik zet hem gewoon daar. Daar heb je een vrachtwagen losplek. Ja. Is iets kleiner dan onze vrachtwagen. Maar we maken het wel een beetje passend. Oké. Ja, dit is echt topchauffeur hoor. Dus die gaat wel ergens parkeren. Maar meestal als er namelijk vrienden over de vloer komen, dan hebben ze een personenauto. Ja. En geen vrachtwagen. Die is makkelijker. Ik zag net al een straatje bij jou tegenover. Dat ging nooit lukken. Nee, dat straatje daar is zo ontzettend klein. En ook hier zo. Dat het gaat allemaal nog maar net. Ja. We gaan alvast even voorsorteren op het fietspad. Ja hoor. Daar is een vrachtwagen losplek. Oh. Links had ook gekund.
Voelt wel goed hoor om in de wagen te zitten. Lekker weer, hè? Ja, man. Ja, joh. Hij shined ook weer mooi hoor. Ja, van het weekend gewassen. Heerlijk. Nieuwe bandjes eronder, nieuwe APK. Kijk eerste eens. Eerste keer. Ja, zijn vrachtwagen moet ook natuurlijk APK-keuring krijgen. Ja. Ja. Ja, APK-keuring dat moet elke automobilist hebben voor zijn auto. Dat houdt in dat als je de APK-keuring hebt gehad voor je auto of dus voor je vrachtwagen, betekent het dat je mag rijden op de weg met die auto omdat die APK goedgekeurd is. Hebben jullie weer wat geleerd voor de mensen die het niet wisten. Zo. So. Wat zei je? Heb je twee paar gekocht van die schoenen? Ja, twee verschillende kleuren. Ja, cool. Dat is een nieuwe mode. Ja, nieuwe, ja. Ja. Oké, daar gaan we hoor. 1, 2. Oh! Zo, dat is een beste sprong, hè? Nee, het is ook niet helemaal de bedoeling, zegt Martijn. Dat klopt. Je hebt namelijk ook bepaalde regels dat je voorzichtig die wagen uit moet stappen. En achteruit, niet vooruit springen. Oh ja, je moet ook achteruit die wagen uit. Hoe heten die regels ook weer? Regels? Ja, het zit toch iets van arbeids... Ja, arbeidtechnisch, ja. Gewoon dat je... Ja, het is niet goed voor je knieën om zoals het is ook. Eigenlijk wilde ik nog een salto doen erbij. Ja, dat ging nu niet in de muur. Nee, precies. Ik zal volgende keer andersom neerzetten. Ja. Oh. Minder op dit moment. Oh-oh. Oh-oh. Het is eenrichtingsverkeer. Oh-oh. Hallo. Hij zwaait ook even vriendelijk, ja. Hè? Die wagen staat daar mooi. Altijd een vriend houden. Ik wilde eigenlijk de deur open doen, maar weet je, we bellen gewoon aan. Ja. Ja, de politie! Heel snel! De politie! Waarom komt je maar? Goed, lekker? Ja, lekker met jou. Goed, ja. Ja, ruikt ook alweer goed. Ja, zeker. Weet je wat de kerel deed? Hij schoot ook een dikke partypop eraf. Ja? Reflecties de andere kant op. Bam! Oh. Eerste keer dat je hier bent, hè? Ja, eerste keer, ja. Nou, hier heb ik alles al gepakt. Dus de koffer, natuurlijk knophoudpetje mee. En hier mijn laptop en alle andere dingetjes. Ken je dit trouwens, Martijn, of niet? Het lijkt een soort van. Ja, het komt me wel een klein beetje, een soort van jojo of zo, of niet? Of wat is het? Zal ik het eens voordoen? Het staat gewoon op met je gezicht, hè? Het staat erop, ja, een mutsje op en ik ben het. Ik snap wat je bedoelt hoor. Een mooi baardje. Hey. Ja toch. Hey. Ja toch. Oké, okay, nu komt de ziekste, ja? Ja. In één keer. Bouw het op. Ja, dat heb ik nodig. Ja? Nee, juist niet. Ah, die knippen we wel. Oh! We knippen helemaal niks! Ja. Oh! Lekker. Tof dat je er bent. Ja, leuk man. Wil je bakken? Ja, echt. Ja, is goed. Lekker. Deze waren wij de vorige keer vergeten. Dit is een schaalmodel. Schaalmodel? Ja, jij zegt schitterend, ik zeg schaalmodel. Schaalmodel. Ja, van de wagen, van Martijn. Hoe super vet is dat? Niet helemaal, deze staat in het museum. Dit is een bulkauto. Ja, deze is mooi. Moet ik wel goed zeggen, ja die. Staat in het museum met een bulkauto met een Scania met neustorpedo. En dit is... De wagen waar ze eigenlijk gewoon vandaag de dag allemaal ook mee rijden. Oké. Okay. Dus dat is wel cool. Ja. Schitterend! Schitterend! Eén van deze twee is zeldzaam ofzo? Of ja, die bovenste. Deze die staat in het museum. Die is sowieso ook helemaal omgebouwd bij ons. En deze schaalmodellen zijn ook niet meer te koop. Boom! Heb je gewoon. Boom! Heb ik gewoon hoor. Die van Martijn komt eraan. Ja, in mei. Ja, ik heb mijn eigen schaalmodel. Ja, ja, alles wat er nu ook op zit. Serieus? Mijn eigen kenteken, ja, alles. In mei. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, voor de mensen die het zich even niet meer kunnen herinneren. Die... kan Maas niet voorstellen. We hebben een vlog gemaakt samen. Het was echt super lachend. Toen ging ik een dag mee als vrachtwagenchauffeur. En dat was echt geniaal. Goeie bijrijden. Dat was schitterend. Hij snapt er ook helemaal niks van, joh. Hij snapt er ook helemaal niks van. Ze moeten tegelijk, die andere ook. Ik ben een beetje trillerig op het eind, hè, zag je dat? Ik ben een beetje houterig. Een beetje houterig. Dat is deze man die erop staat. Oh! Ja, die was mooi ook, hoor. Netjes, hoor. Lekker bakje koffie voor de mannen, want die moeten natuurlijk over een half uur aan het werk. Wij gaan lekker naar Abaita. Hoe laat vliegen jullie? Over een half uurtje. Ja. Oh, dat is top. Jij brengt ons met de wagen. Ja, ja. Ja, je rijdt gewoon jeep achterin. Ja. Zet ik in. Volgers. Hey, we going to Ibiza. Hey.
Hey, we going to... Een truc! Ja, jullie gaan terug naar de vrachtwagen. Naar de wagen? Ja. Die bus toch? Hoe noem je hem eigenlijk? Heb je hem een naam gegeven? Nee. Oh, hij zegt... Ja, die Bas die zegt de hele tijd terug naar de bus, maar dat kan echt niet hoor. Misschien maar pis worden die jongen. Je gaat zo meteen wel lekker met de bus naar Schiphol. Nee, met de tank. Met de tank. Nee, mijn auto heet de tank. De tank, ja, het is ook wel een tank hoor. Ja, zeker. Dikke, dikke wagen. Daar gaan we. Ik zet mijn auto hier even neer. Hij zit ook met de ouwe hoeren. Kijk, nu staan er twee mooie wagens naast elkaar. Oh, daar komt de bus aan. Hier, daar heb je de bus. Martijn, je bus gaat er vandoor. Hey Martijn, je bus. Ja, bus. Kijk, dit ziet er wel vet uit hoor. Twee dikke wagens achter elkaar. Hey, werkt ze? Thanks. Tot volgende keer. En nu mensen, gaan we echt naar Schiphol. Hoor je niks? Hoor je niks? Nu niet meer, nee. Lekker man. Martijn is net als ik helemaal gek van auto's. Ja joh. Dus dit geluid is echt heerlijk. Nog één keer. Nog één keer. Oké, we gaan er vandoor. Ja, later boys. Later. Gas. Zo. Nou, dan weet ik waar al... gaan we heen, bro? Waar gaan we heen? Ja, dan... Wat gaan we kastje? We hoeven echt niet meer te zeggen waar we heen gaan, hoor. Dat is wel duidelijk. Ja, toch wel, hè? Maar het is nu eindelijk tijd voor dat nummertje, mensen. Ja, we gaan eindelijk. Hem even opdoen. Hey! We're going to Ibiza. Wow! We're going to Ibiza. Oh, bijna. Meneer, je denkt dat je de tekst kent, maar toch niet. Het is dus blijkbaar, wow, we're going to Ibiza. We're going to the island. To the island. Dat is hem dus. Ja, wist ik veel. Wanneer luister je dit, als je naar Ibiza gaat? Ja, nooit dus. Nee, dat is de eerste keer. Ja, is dit ook jouw eerste keer? Mijn eerste keer naar Ibiza. Ja, mij ook. Let's go. Hey, ik heb trouwens nieuws. Oh? Ik heb nieuws. Wat staat er? Ja, we hebben vertraging, nou, hè? Nou, komt op zich wel goed uit. Op zich komt het best goed uit. Ja, vlucht geheim op Ibiza vandaag is vertraagd. De nieuwe vertrektijd is 12:05. En onze vlucht zou eigenlijk om 11:55 gaan, maar nu om 12:15. En zoals Bas al zei, is eigenlijk maar goed ook. Want volgens de navigatie zijn we om 10:45 op Schiphol. Dus stel voor onze vlucht was wel om 12:00 gegaan. Dan hadden we keihard moeten rennen. Zoals eigenlijk altijd. Ja, en dat vind ik zo niet chill. Het is altijd rennen. Ja, ik ben altijd net op het nippertje op tijd voor de vlucht. Maar nu is hij vertraagd, dus 10:45. Dus zijn we gewoon nou, mooi op tijd eigenlijk. Dat is wel echt goed nieuws hoor. Ja, daar ben je blij mee hè? Ik ben echt blij mee. Nou, ik vind het helemaal prima. We gaan nog even een lekker nummertje luisteren. Pim, pim, pim. Dit nummer is ook lekker hoor. Pim, pim, pim. Als we dan toch dik op tijd zijn nu, door de vertraging, gaan we even koffie halen. Zo, zullen we ook meteen even wat eten meenemen? Oi, oi, oi. Oh, blueberry muffin. Hallo. Hallo. Mag ik een blueberry muffin? Mag ik een? Ibiza. We're going to Ibiza. Lekker. Zou ik bij mij een naam erop kunnen zetten? Ja. Pussy Destroyer. 100. Zo, kijk eens eventjes. Lekker hoor. Nou, hier moet ik even een mooi shot van maken. Komt ie mensen, komt ie. Zo, wat lekker. En komt hij het weer verpest hoor. Jeetje, wat een plaatje. Kijk eens even. Nou, jullie weten wat voor naam ik op mijn koffie krijg. Maar ik ben heel erg benieuwd wat jij op je koffie krijgt. Kijk eens even. Hoppakee. Wat staat er bij jou? Nou, wat lief. Veel plezier op Ibiza. Sandboy. SM-boy. Echt? Veel plezier op Ibiza. SM-boy. Nou, gaan gekke shit gebeuren in Ibiza. Slaap je. Nou, eet smakelijk. Hier, daar zitten wij straks ook in.
Nou, dat hoop ik niet, joh. Kijk het terug, joh. Die gaat helemaal heen en weer, joh. Zo! Kijk hem. Oh, hij staat helemaal schuin, joh. Oké, ik vond vliegen al niet het leukste wat er was, maar dat is juist nog ietsje spannender geworden. Ja, of niet? Weet je wat het voordeel is? We gaan gewoon vol gas omhoog. We zijn met z'n tweeën. Ja. We zijn met z'n tweeën. Dat sowieso, maar we gaan vol gas omhoog. Nou, dit is misschien ook wel de reden waarom de vlucht vertraagd is. Ze zeggen dat er een technische storing was, maar ik denk dat het gewoon komt door de storm. Het zou ook gaan stormen vandaag. Maar ja, laten we hopen dat het überhaupt nog doorgaat, de vlucht. Het zou wel fijn zijn. Nou, daar gaan we. De koffers. Beste koffers hebben wij, hoor. Zie ik helemaal 1 kilo trouwens. Ho. Heb jij niet te veel? Nee, ik heb weet je wat ik heb gedaan? Nou? Dit is serieus super slim. Ik heb mezelf gewogen. En toen woog ik 76,7 kilo. Ja. En toen ging ik op de weegschaal staan met de koffer in mijn handen. Weeg je 100? Toen woog ik 96,7. Precies 20 kilo. Nice. En dat is precies wat je mag meenemen. En ik heb eventjes allemaal stickers op mijn koffer geplakt. Zodat die nog meer herkenbaar is. Kijk hem zitten, hoor. Ja. Als ik hem zo laat gaan, joh. Oh, joh. Nee, nee, nee! Wat een kerel, joh. Oh, hier zit mijn drone in, er zit camera-apparatuur in. Gast! Er zit ook mijn drone in en zo, hè? Oh. Nou, weet je, we hebben ze. Bro, zullen we erbij gaan liggen? Lepeltje, lepeltje. Er zijn allemaal vluchten vertraagd. We zijn niet de enige, dus het is best wel druk. En als je dan moe bent, ja, dan ga je gewoon op de grond liggen. Ga je even slapen of zo. Even chillen. Ja, weet je de code nog? Ja, als je staat. Ik moet er niet wat uithalen omdat het te zwaar is. Nee, Bas die moet zijn powerbank eruit halen. Want een powerbank mag blijkbaar niet mee in het vracht van het vliegtuig. Maar heb je een beetje alles netjes neergelegd? Of, nee, top. Jeetje, wat een troep, ja. Nee, joh. Hij heeft ook een koffer, joh, die kerel. Ik heb bij me. Hey, dit is wel je slechte plek om te filmen, hoor. Je hebt zo'n kaal plekje hier op je achterhoofd. Nou, ga even weg. Waar is die powerbank? Oké, okay, even kijken of je reageert. Hey, we're going to... We're going to the island. Yep, hij begreep hem. Dit is mijn lievelingsbroodje. Wijze of bruine? Wijze of bruine? Wijze? Ja, wit of bruin. Ja, doe maar deze. Ja? Oh, lekker hoor. Proost op een fantastische reis. Oh nee, veilige, fantastische reis. Precies, vooral ja, veilig hoor. Ja, nou, die vliegtuig hebben we gezien. We hebben echt een zieke vertraging gehad. We hebben ongeveer 3 kwartier in het vliegtuig gewacht. Maar op dit moment zijn we aan het vliegen. En ik moet heel eventjes een plasje plegen. Dus hier sta ik dan in de toilet met allemaal spiegels. Kaboom! We hebben arrived, de pizza! Zo, daar zijn we. Hij zit meteen weer te schreeuwen. We zijn op een pizza! Ja, dit is wel even lekker weertje hoor. Zo, heerlijk. De bus komt eraan. Met die bus worden we gebracht. Estoy mirando los pasajes que entran. Nou, daar zijn we dus. En je hoort het. Lekker Spaans praten. Er staat er geen shit van, joh. Je staat er gewoon niet. Nee. Zo, koffer hebben we ook weer. En dan nu komt het wel heel erg dichtbij. Bas die gaat zijn meisje weer zien. Oh, maar eerst even op die groene knop drukken. Ja, we zijn heel tevreden. Oh, ik moet het moment niet missen. Hey! Oh, even een romantisch muziekje. Oh, cute. Zo, ik hoef serieus maar heel eventjes een minuutje te wennen dat de zon er is. Echt lekker. Oh, ik heb dit zo gemist. Oh, ja. Oh.
gezellig. Jullie zijn weer blij, hè? Ja, we zijn heel blij. Mooi zo. Heel schattig. Oh, alles valt, alles valt. Yo, jeetje, jeetje, jeetje. Ben je aan het filmen? Ja. Oh. Wat dacht je dan? Ik volg hem aan. Zit cheese. Ja, we krijgen nu de sleutel van de auto. Hoe zeg je auto in het Spaans? Vroom vroom. How do you call a car? Kotje. Kotje. Kotje? In het Spanish is kotje. Ik vroeg even wat voor eenheid erin gaat, dus benzine of diesel. Ik heb namelijk ooit een keertje benzine gegooid in een diesel. Oh, nice. Dus stond ik stil. We zijn aan het rijden naar de villa waar we verblijven. Ik ben heel erg benieuwd hoe het is. Het is in ieder geval altijd echt vet om op een eiland te rijden. Ik vind dat ook echt super leuk. Zoals jullie zien. Zo. Oh. Je hebt een tijdje niet geschakeld, of wel? Zoals jullie zien moet ik schakelen. Ja, dat gaat super goed hoor. Dat is letterlijk eventjes schakelen in mijn hoofd. Maar kom wel goed joh. We zijn er bijna. In dit straatje is het. Ja. Ik heb geen idee welk nummer trouwens. Nee, ik ook niet. Wel spannend hè? Ja, echt hoor. Is dit hem niet? Ja, dit is hem. Dit is hem. Dit is hem. Dit ja, dit is hem. Hoe weet je dat? Nou, weet ik niet. Zo'n gevoel heb ik. Nou, laat mij eens terug. Volgens mij kan je het huisje wel een beetje herkennen. Ja, Casa Cita. Ja, dan zijn we er. Casa Cita! We zijn er! Ja! Let's go, let's go, let's go! Eruit! Zo, wat een lange trap, hé. Jij ging een koffie showen, toch? Hier kunnen wij elke ochtend 100 keer heen en weer rennen. We kunnen nog even sporten. Wat een plekje hier. Zo. Leuk, hè? Zalig, hè? Ja, echt zalig. Zo, loop door dan. Weer snel. Jeetje, Mina. Wat een plekje. We hebben eigenlijk alleen maar lekker weer gehad. Dus ja? Net even wat bewolkt. Oké. Maar het ja. Kan wat snel weer opentrekken. Nou, ik kan je vertellen, alles beter dan in Nederland. Ja, ja. Zo. Oh, dit is het zwembad. Volgens mij. Oeh, nice. Daar gaan we echt alleen mee duiken. Alleen, hoor. Ja, het ziet er echt fantastisch uit. Ja, want Robin vertelde al dat u vanaf hier een bommetje had gedaan. Ja. Ja. Drie dubbele salto. Zo, zie je dat? Dat is sick hoor. Echt, zeg Linda. Dat gaan jullie niet doen. Kijk eens even, gewoon een ja, zwembad sick, hier zo. Dat uitzicht ook, joh. Super sick. Kun je naartoe lopen? Kijk eens aan, daar beneden het strand. Je arm. En ik ben benieuwd binnen. Ja. Kijk. Dit is mooi, hé. Zo. Je hebt hier ook gewoon Nederlandse televisie. We hebben Nederlandse televisie. Hey. Want we kijken altijd televisie. Ja, nee. Kijk eens even. Jeetje. Oh, dit kunnen we... Dat is van jullie, ja. En daar staat er al op, hoor. Zo. Oeh. Ja, mag ik hier een... Zeker. Ja, dat gaat hij al meteen doen. Lekker dan eentje smikkelen. Wil je ook een, Bas? Ja, sowieso. Wil je ook een, Linda? Ja. Tuurlijk, schat. Hoppakee. Lekker hoor. Ja, hebben ze jullie eerst keer op de pizza, toch? Ja. Ja. Ah ja, mooi man. Ja, en dan meteen zo luxe. We gaan naar boven. Where the magic happens. Ik wou het net. Ja, want iedereen denkt wel dat Linda en ik naast elkaar slapen, maar... Oké. Wij slapen naast elkaar, toch? Kattenbad. Twee badkamers. Er zijn twee badkamers. Ja. Dat is typisch Spanje. Nice shit. Dit is de eerste badkamer blijkbaar? Ja. Oh. Ja. Dit is dan de tweede badkamer? Ja. Wauw. Oh, wow. Super nice. Echt heel mooi. Nice. Ja. Heel erg nice. Dit is de grootste slaapkamer. Op deze kamer mogen jullie vechten. Ja. Zo. Kijk hoe nou, daar ben ik al wel snel over eens hoor. Oh, met balkon. Oh. Sick. Waar die bed buiten. Zo. Sorry. Wat een plaatje, wow! Dit is echt niet normaal. Sick hoor. Dat heb je ook weer geregeld, jongen. Daar moet je niet op. Zo. Nee, dan ik allemaal van dat gele spul op. Dan moet je eerst even. Oh, door. Maar dit is wel knijters hoor. Kijk nou. Oh my god. Nice. Wow. Ja, vanaf hier kan je ook nog net springen. Ja, red je net. En hierboven hebben we dan nog zo'n terrasje. Ja, dat is niet echt iets. Daar staan de airco's. Kan okay. Wel voor het uitzicht kan je er wel. Uitzicht is echt perfect hoor. Zo. Kijk eens even. Dames en heren, dit is echt ongelooflijk. Dit is echt ongelooflijk hoe knijters goed dit geregeld is. En
En dit heb ik allemaal te danken aan huishuren op Ibiza.nl. De website van hun staat ook in de beschrijving. Dit hebben ze echt op en top geregeld, zeg. Oh. Hey Bas, ik weet al welke slaapkamer ik neem, hoor. Nee, toe. Kom op, jij bent alleen. Ja, dat is het. Kijk, ik ben single, dus ik ben alleen. Hoe gaan we dat regelen? Gaan we daar of camera of met camera even over hebben? Ja? Nee, komt goed, joh. Ga jij maar lekker liggen met Linda daar. Ja? Ja, tuurlijk. Echt? Oh, tuurlijk. Hey Linda, wij hebben een grote kamer. Jeetje mina, mensen. Oh, oh, oh. Dit wordt echt genieten. Oh, dit wordt echt heel erg genieten. Zo. Maar dan wil ik nog even de slaapkamer checken waar ik dan slaap. Oh, die zit beneden in de kelder. Wauw. Wow. Dit is wel te hoor. Ah, dit is echt mooi, is hoor. Bizar. Beddentest. Kijk hier, dit is wel mooi, hoor. Ik knal echt 10 centimeter met de lucht in. Oh, heel erg mooi. Dit is wel een fijn bedje, hoor. Hallo. Wow, kijk eens even, joh. Zo. Niks mis mee, hoor. Nice. Jeetje. Wauw, dit is echt heel erg gaaf. Oh, hier kan ik in de nacht kan ik naar buiten sneaken. Kun je hier even rustig bij komen? En dan kan ik via hier kan ik zo naar die kamer. Even. Dit is de grens. Ik zie het al gebeuren. Dan lig ik vanavond in mijn blote gat en dan... jou in één keer. Paparazzi, klik, 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 klik. Dat kan 100% gebeuren. Oh, wat geweldig. Ik gooi deze koffer hier op bed. 1, 2. Oh, zo. En dan wordt dit bed, wordt zeg maar het bed waar ik mijn koffer openklap en dan elke keer kleren uit kan pakken en alles. En dan dit bed wordt het bed waar ik lekker ga slapen. En wat ik als allereerste ga doen, is de drone uit de tas halen. En dan pak ik de oplader. En dan ga ik er meteen voor zorgen dat de drone wordt opgeladen. Zodat ik de komende week super vette drone shots kan maken. En ook nog beter van de villa waar we zitten. Zodat jullie een beter beeld krijgen van waar het precies is. Maar ik ben nog een beetje sprakeloos. Holy shit, wat is dit goed geregeld, zeg. Kijk eens eventjes wat ik heb meegenomen. Of als ik vanavond ga slapen. Het kan nogal enorm afkoelen. Aangezien het nog niet het hoogseizoen is in Ibiza. Kan het nog een beetje afkoelen. Dus ik heb de Knolpower pyjama meegenomen. Zodat ik sowieso een lekkere, warme, fijne dagrust heb. Tijd om te gaan? Yeah! De vloed! Oké, tijd om te gaan. Bas die gaat eventjes het trappetje op en die gaat even kijken of het restaurant open is. Ja, is open? Oh, nice! Yeah. We hebben ongeveer een klein half uurtje gereden van de villa naar... Ik heb geen idee waar we zijn. Die toeter is ook echt hard. Mooi plekje dit, hé. De eigenaar weet ook weer dat meneer Knol gearriveerd is. Is hij dicht? Niet? Is hij niet open? Ja, wat is dit nou dan? Hebben jullie me warm gemaakt dat het open is? Is dicht? Kijk allemaal aan. Laat je ons er nog in? Die. Ik weet niet hoe het werkt. Ik weet niet hoe het werkt. Serieus. Onderin. Nou, fijn dat die open was. Ja, helemaal super. Is echt lekker. Echt. Wie zijn idee was dit? Linda. Was jouw idee. Nou, even voor de duidelijkheid, ik zal het morgen misschien wel wat uitgebreider vertellen, maar het is eigenlijk heel erg simpel en ik kan het ook eigenlijk gewoon kort en krachtig zeggen. Dat de vriendinnen van Martijn en Bas, die lopen hier stage op Ibiza en daarom zijn Bas en ik hier op visite, een weekje. Hey, nice. Nou, nu gaan we even wat eten zoeken. Ja, slecht idee, Linda. Ja, dankjewel, Lin. Maar dan mooi hier. Nee, weet je wat het is? Het is geen hoogseizoen, dus heel veel dingen zijn nog dicht. Ze moeten even de open plekjes vinden. Nou, hij was om 7 uur dicht. Het is 7:10. Oh ja, dat is lullig. Ik wil even troosten. Wil je even troosten? Dat is mijn eerste hoor. Ik proost op een supergezellige vakantie. Ja. Op een prachtige locatie. Dank je. Bla bla bla, proost, proost, proost. We zitten hier op een best wel mooi plekje. Op een terrasje.
Lekker vuurtje erbij. En ik heb heel veel zin in eten. Oh, kijk eens even. Lekkere risotto met champignons. Ik zeg allemaal eet smakelijk. Ik zal heel eerlijk zeggen, het eten was echt veel te weinig. Het was echt zo weg. Het was heel lekker. Ja, het was echt heel weinig. Het was best wel lekker, alleen in eerste instantie kreeg ik het koud. Gewoon het eten ijskoud. Heb ik het teruggestuurd. Alleen ik wist eerst niet dat het koud was, dus ik had de kaas overheen gedaan. Dus toen zei ik van het is koud, werd het teruggestuurd. Kreeg ik hetzelfde bord terug met hetzelfde eten, want ik zag het kaas nog erop. Hadden ze het waarschijnlijk even snel in de magnetron gedaan. Maar alsnog was prima te eten, alleen het was gewoon veel te weinig. Dus nu heb ik een hele emmer vol met kip besteld. En niet één emmer, maar twee. Ik wou net zeggen, ga je nu eerlijk zijn of niet? Ja, we hebben twee emmers met kip besteld. Want ja, dat kon gewoon niet, joh. Ik heb nog zoveel trek, niet normaal. Ik wil gewoon lekker eten, lekker mijn maagje vol. Dus ja, we hebben allemaal sausjes erbij. Ja, dat is het verhaal. Gaan we dit nu opeten of thuis? Moraal van het verhaal is, te weinig gehad. Gewoon lekker ergens anders nog eten halen. Ja, lekker man. Zo. We zijn thuis, ik weet wel wat ik ga doen. Ah, nee. Lekkere donut. Nee. Een hapje dan, een hapje. Is hier ook een lampje? Ja, dat is een heel bescheiden hapje. Ga niet buiten zitten? Buiten zitten, kerel. Weet je hoe koud het is nu buiten? Daar is een leuke spelletjeshoek. Waarvoor is dit? Ja, er is een leuke spelletjeshoek. We gaan dus nog even een spelletje spelen. Ik ga genieten van mijn donut. En daarna gaan we slapen. Dit was de allereerste dag van Nederland naar Ibiza. En vanaf nu zijn we dus een kleine week op Ibiza. Super tof. Heel erg veel zin in. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden. Hier beneden. En hopelijk checken jullie morgen bij een gloednieuwe vlog. Om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace. Doei. Knol, power.